vandaag een nieuwe Star Stable video. En vandaag begin ik mijn video in de stal. Ja, waarom? Ik weet het ook. Ik had gewoon zin om op te nemen. En vandaag gaan we een quest doen. Ik heb er wel al begonnen, maar ik moet juist nog de rest doen. Ik had even gebabbeld en zo al, omdat dat heel lang duurde. Dus ik heb even dat ding al zelf gedaan. Even overslaan. Ik zat op Silvermist. En Silvermist is deze Andalusia, maar dat is geen winterpaard. En ik moest naar de Verborgen Dinosaurus Vallei. Dus dan moest ik een winterpaard nemen. En Caramel Beauty is uiteraard een winterpaard. Sorry, ik ben een beetje ziek, maar ja, hopelijk vind je het niet erg. Dus laten we gewoon gaan beginnen. En ik moet naar, even kijken. Ja, en de Verbouwde Dinosaurus Vallei. Is dat, oh ja, dat is daar ook maar net. We gaan met de trailer naar Steve en van Steve naar Luchtballon. Of kunnen we ook gewoon naar Nick Stone Ground met de trailer? Volgens mij ook, hè? Volgens mij kunnen we dat ook gewoon doen. Ja, kijk, kant van Nick Stone Ground. Oké, dan gaan we daar naartoe. En het is net StarQuest weekend geweest. Dus misschien heb je het al gezien net in de trailer, maar misschien ook niet. Ik heb StarCoins gekocht. En niet zomaar een beetje StarCoins. Nee, ik heb 10.000 StarCoins gekocht. Maar ik had er al een paar opgepakt. Want ik heb al 3 paarden gekocht. En dan een rood dekje. Dat struikje. Nieuw haar van 100 zoveel StarCoins. En dan beenverwarmers. Deze beenverwarmers. Maar die kan ik niet opdoen op dit paard. Dus dat is wel jammer. En ik heb wat doorgespaard. Dat zie je ook. Want anders had ik maar 600 zoveel. Geloof ik shingelingen en ja, dat wou ik ietsjes meer bemaken. En daar crash ik al. Oké, laten we Alex gaan zoeken. Want die moet hier ergens in het midden van de weg zijn. Hij heeft die hier zo ook. Even mijn man dicht. Carmen, een beetje vind ik echt een schatje. Echt zo'n scheetje. Vind ik echt zo. Echt schattig, maar. Waar moeten we nou wel maar naartoe? We halen niet. Oh ja, zijn we de juiste weg op aan het gaan? Ja. Ik denk het wel. Zo. En anders kunnen we maar aan deze snelheid rijden. En nu kunnen we gewoon helemaal snel doorrijden. Dus dat heb je weer. Oh nee, deze plek. Kan ik niet over daar gaan? Mag ik niet gewoon overspringen? Oh nee, juist niet. Oh, aan de overkant. Oké. We gaan even naar de overkant. Voor die archeologische vondst. En voor Alex. Of moeten we niet net over Alex? Maakt niet uit. Ik wil die archeologische vondst even. Oh, daar ligt er ook een. Oh, paard, stop! Ja. We gaan even afstijgen. En dan hebben we hier. Oh nee, ja toch wel. Ik dacht dat ik hem in mijn kast had gesteld. Omdat ik mijn rugzak op heb opgeruimd. Ik dacht dat ik hem weg had gesteld. Het deel Celsius. Scarlet. Oké. Waar is die archeologische vondst? Oh, wat niet hoor. Moeten we even doorlopen. Oh ja, die was er achter. Maar daar heb ik een paard nog voor nodig. Okay. Ik heb al een paar keer proberen opnemen, jongens. Maar toen lukte het niet. Of ik versprak me die hele tijd. Het waren allemaal bloopers. En ja, de tijd dat ik echt een goede video had. Kwam er dan toch nog iets tussen. Dat ik mijn video moest stoppen. Of ja, ik weet niet. Maar het was niet ook. Nou. En toen werkte mijn programma nog niet goed, wou opnemen en ja, het lukte allemaal niet. En ik dacht even dat ik nooit meer ging kunnen opnemen. Gewoon omdat mijn programma heel lastig deed en het wou niet werken en ja. Maar ik ben er weer jongens, het is lang geleden dat ik nog een video opgenomen eigenlijk. Want Juana heeft het ook heel erg druk. Maar nee, ik heb even doorgespeeld met Star Stable. Ik zit al ietsjes verder in missies en zo. Waar was die archeologische vondst?
ik heb wel ook wat doorgedaan met missies en zo. En ja, nu zit ik echt al wel. Zit ik al ietsjes verder op een level. Eerst zat ik hier en dan heb ik even veel doorgedaan met missies. En nu zit ik al bij de Devon volgende. Dus. Ik zit wel redelijk ver al, vind ik toch. Weer een dinosaurus skelet. Ik had deze dingen laatst allemaal in mijn kast gestoken. Ja, ik haalde er wel uit wanneer ik ze nodig heb, maar. Ja, kunnen we hier overheen? Vast niet. Vast ga ik nog helemaal moeten rondgaan. Ja, ik dacht het ook wel. Oké, we gaan even. Is dat daar ook nog een aardappel? Kunnen nu, op dit moment, kunnen we niet gaan of wel. Syria zo te gaan. Terwijl ze naar daar niet verstrekt raken. En dan zo, zo via hier. Ja! Oh, paard, stop, 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 stop. Nee. Oké. Hij leeft nog. We zijn er geraakt, jongens. Ja, we kunnen ook direct naar onze archeologische vondst. Ik ga er weer zoveel vinden in deze video. Ik zie allemaal. Kan ik afstijgen? Ik kan nog altijd niet afstijgen. Ik kan wel afstijgen. Paard, weer stoppen met bewegen. Ik weet wel allemaal de knopjes voor rugzakken en zo, maar. Ja, wat? Het is onverwacht. Zo, dit en dan deze kan ik allemaal, maar. Ja, en dan dit ook. Nu zie je het even niet, maar. Dit en zo en map weet ik ook allemaal, kijk. Maar het is. Ja, ik ben altijd gewend, want voor het snel te laten gaan doe ik het altijd anders. Dus. Maar ja, maakt niet uit. We gaan even verder zoeken naar Alex. Want Alex moet dicht in de buurt zijn. Zo. Zijn we heel dichtbij? Oh, zijn er blijkbaar. Oh, vosjes! Daar gaat Alex. Oh, jeetje. Oh. Oh, hoi Iwana. Wat leuk om je hier te zien. Oké, ik doe het al. Je moet wel een uitdaging houden. Van een uitdaging houden. Als je het vrij wil naar die bevroren zooi gaat. Achterboog de sneeuwvossen. Ja, zie je vosjes. Om het gestolen bevroren wortels terug te pakken voor Alex. Oké. Okay. Even doorklikken. Even doorklikken. Oeh, heetje. Heetje. Hallo. Geef het eens terug. Het is niet van, het is niet van jullie. Oké, maar ja, we gaan een beetje zoeken. En dan gewoon deze plekken. Bezoeken en ja, bezoeken. Snap jij hem zoeken? Bezoeken? Nee. Oké, was ook niet die fout. Maar als ik die vosjes heb, pak ik ze zo op. En pak ik die stok. We zijn niet terug af en mag ik helemaal opnieuw beginnen. Oh, dus wat zijn we zo fantastisch vandaag. Ik zoek ook al op de plekken waar zo heel ver van mijn bestemming eigenlijk vandaan ligt. Dat is echt niet te doen met mij. Oh. Vang de vos voordat hij ontsnapt. Ik snap het niet. Is nou opgenomen? Ja! IJsdistel. Wat is een IJsdistel? Ja! Ik heb hem. Oh, we hebben er nog nodig. Oké. Okay. Ja! Je moet eigenlijk gewoon twee keer naar elkaar klikken als je de vos hoort. Moet je gewoon dit nog eens klikken, anders is het weg. Luister naar Alex. Ik snap het, Giovanna. Daarom klik ik het altijd te graag. Een deel van mij wil Anne naar huis brengen, zodat Elisabeth me met rust laat. Ik zou meester van de bliksemkring moeten zijn, maar dat leert die kracht. Ja, oké, maar niet. Vertel Alex hoe erg Elisabeth haar bewondert. Vertel Alex hoe je tegen haar opkijkt. Oké, maar niet uit.
Laat even weten onder reacties of jullie de pijltjestoetsen gebruiken. Gewoon even random, even zo'n vraag ertussen. Of je pijltjestoetsen gebruikt op het toetsenbord voor je paard te besturen. Dat je W is A of D gebruikt. Gebruik je die letters en spatiebalk? Of gebruik je de pijltjestoetsen en spatiebalk? Dat is voor spatiebalk kun je ook normaal op de 0 klikken. Oké, we gaan even verder. Rij met Alex en haar vulde en praat met haar. Moeten we zo helemaal terugrijden? Daar heb ik echt geen zin in. Maar niet. Gewoon even naar vooruit lopen. Zo. Wacht. Ik wil even. Sorry voor mijn missies, jongens. Maar even. Tussendoor. Nee, dat is geen archeologische vondsten. Ik moet eigenlijk die missies ook niet afronden. Even wat archeologische vondsten. Oh, daar in het Alex ook. Oh jeetje, de fjorden, die oude fjorden. Mijn paard heeft koud. Nee joh, mijn paard heeft niet koud, maar hij blaast erop van de kou. Hinnik. Tinkan, of Tinkan, ik weet niet of ik het niet uitspreekt. Kan ik die fjorden vrij spelen? Misschien wel. Oké, daar moet ik helemaal terug. We halen het wel, Caramel Beauty. Kunnen we dit halen? Nee, dan, dat kunnen we weer dan niet halen. Ik volg haar wel even. Oh, een archeologische vondst. Sorry, ik ga even een archeologische vondst nemen. Even wachten. Nee. Oké, maakt niet uit. We halen haar toch in. Met of zonder een archeologisch vondst. Dat is onbelastend. Vijzer, oude. Vijzer. Oké, maar nee. We gaan gewoon hier proberen te raken. En druk de verkeerd. Juwana, het is alweer. Ook Juwana, jongen. De fan van je Juwana. Wacht, moeten we daarheen? Ja, wij waren. Blijkbaar wel. Oké, dan gaan we gewoon daarop proberen. Gewoon geen. Ik kan ook niet gewoon even naar veel gaan. Dan ik echt deze weg nemen. Ik neem ook gewoon deze weg. Zoals de missie normaal moet. De missie moet normaal zo. Dus. Oh, wacht. Wacht. Wil je weer even wachten? Nee, sorry jongens, maar ik moet het echt even allemaal hebben, want anders krijg ik er echt ook gewoon nooit. Ik wil gewoon in. Dit. Dinosaurus skelet. We krijgen ook altijd hetzelfde, altijd dingen die gewoon helemaal niks waard zijn. Elke dag komen er nieuwe archeologische vondsten uit en ook meer, dus... we zijn er bijna. Archeologische vondsten. Dus jongens, ik kijk een beetje voor archeologische vondsten onderweg. Omdat ik dat wel echt wel nodig heb. Weet je wat? Ik vertrouw er niet op dat deze oude lief twee paarden gelijk kan vervoeren. Vind je dat ergens ding kan en ik als eerste gaan? Ja joh. Dat is heel erg. Moet ik helemaal zo naar boven. Niet leuk. Niet daar verspiest. Ja, niet gedacht dat ik ooit nog deze lift zou gebruiken na mijn missie van dat ik maar gewoon met de trailer naar daar kan. En hier kan komen. Waar moeten we heen? Naar Doril. Ik had gedacht dat ik echt nog via hier zou komen. Oké. We zijn er geraakt, jongens.
Oké. Vind je mijn paard mooi, jongens? Vind je mijn paardjes mooi? Binnenkort ga ik hem ook weer een home stable tour doen. En dan ga ik al mijn paarden laten zien. Ook de paarden die erbij staan. Ik heb ook een paard die erbij staan. Rij naar Stal Moerland voor een afspraak met Justin. O jeetje. Hoi meiden, ik ben Justin en ik heb belangrijk nieuws. Oh nee, ga je weer God tour bij team... Wat? Tentakelpoten? Tentakelpoten? Ik heb veel kritiek gekregen nadat je eruit de Duïne gevangenis hebt gehaald. Wat? Nee. Zal ik lasagne meenemen? Ik ben al onderweg. Dank je, Wana. Ik zie je daar. Meter en ik komen ook zo snel als we kunnen. Okay. Moet ik naar Moerlandstal? Daar. Hoe zit hij hier? Maar niet uit, we gaan gewoon naar Moerland. Dan zien we daar wel. Oh, waar loopt Paul van naartoe? Kan niet meer hoor. Zo, daarheen. Zo. Hop, zo. Dan daarheen. En naar Moerlandstal. Lekker. Ik denk dat we dan deze quest gaan afwerken en dan de volgende video of zo verder gaan, want mijn video's mogen ook niet te lang worden. Oh, ik ben er gewoon een tik voorbij. Maar ik ga wel deze missies denk ik afronden in mijn vrije tijd of zo. Dit is een plek, maar waar is Justin? Ben ik er niet als eerste op iets met die gebeurt op de raad met Justin, maar waar is Justin? Nou jongens, oude nieuws denken. Oké. Vader en zoon. Oh, de Maya staat ook te openen. Wil ook een knuffel van Justin? Oh. Is dat... En nog meer een mafcase. Mafcase. We gaan even doorklikken, want... Ja. Wat zal hij gaan zeggen? Oké, even doorklikken. Ik heb dan juist dit nog. En daarna gaan we denk ik de video afsluiten. Oh. Nou. Hallo. Oh jeetje. Hij wil met Loretta praten. Moet je zo meteen een liefdesverhaal. Nou weer. C-O. C-O. Praat met Justin. Nou. Oké, jongens, ik denk dat ik hier de missie mee afsluit. Vond je deze leuke video? Zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk daar zeker bij het belletje aan voor meer video's. En dat je zo gewoon geen video van mij mist. Want in de toekomst zou ik nog wel andere video's kunnen op gaan nemen. Maar vond je een leuke video? Dus zeker wat ik net heb gezegd. Spoel even terug als je het niet meer weet. En voor de rest wens ik jullie een hele leuke dag nog. En ik zou ook te zeggen, doei!